Nou, dat is uitstekend gegaan, zo zijn we dan nu al aan de ging laatste lekker, ronde. Ja. Nou, wij hadden niet gedacht dat we de laatste ronde zouden halen, hè, Koos? Nee, is ongelooflijk. Hadden wij niet gedacht, hoor, dat we daar zouden komen. Het is hoor, maar uitstekend, we zijn ik moet zeggen, u hebt het uitstekend gedaan. Dank u wel. Nou, u deed het ook heel goed, hoor. Mag ik het even zeggen? Wat bedoelt u? Ja, u deed nou dat u het ook heel goed, want wij zitten wel eens te kijken naar de uitzending zelf. En ik denk, kwallenbar, weet je wel. Maar hij deed het goed, nou, hoor. U deed het echt geweldig. U was ook heel erg rustig. Oh, dank u. Rustig. U sprak een enorme rust, kwam er van u vandaag. Enorm die rust, ja. Ik heb zelf moeite om mijn ogen open te houden. Weet u dat? Enorme rust van u uit. Heel nou, dat vast. Ik wou wel, wij gokken namelijk op de zeilboot. Ik wou graag een zeilboot doen. Zit er een zeilboot in? Daar mag ik helemaal niets over zeggen. Daar mag ik niets over zeggen. Kan u die handjes even houden zo? Want dan maak ik er even een foto van. Ja. Ik ben namelijk een enorme amateurfotograaf. Begrijp je wel? Ik amateur veel. Oh. Dan wil ik graag een foto. Als u even zo blijft staan, dan mag ik het. Ja, maar daar. Die is voor u in de hal. Dan hang ik u in de hal neer. Weet nou, u wel? Dat is erg leuk, maar. Ja, ja want we hebben wel eens mensen, maar dan hang ik hem achter de deur. Mensen die je niet graag binnen wil hebben. Dus ze doen die deur open. Die zien nu. Begrijp je wel? Als je nou even wil luisteren. We moeten nou even snel beginnen natuurlijk. We moeten met de 1-2-3 show snel tempo maken. En we hebben de wat leuk dat wij op tafel zitten ook. Vind je natuurlijk vind ik het leuk. En vooral omdat u een tweeling bent. Zag u het? Nog nooit meegemaakt. Zag u dat wij een tweeling zijn? Nou, ja, wij lijken sprekend op elkaar. Hè? Iedereen heeft moeite om ons uit elkaar te houden. Weet u dat? Wij hebben er zelf ook moeite mee. Ik denk, wie is hij nou? Denk ik, ben ik het nou? Omdat hij zo ontzettend op mij lijkt ook. Hè? Ja, hij is Koos en ik ben Kees. Ja. Oh, ja. Ik ben Kees en hij is Koos. Dat kan je ook zeggen. Ja, wij hebben ook een optreden, hebben wij. Ja, hebben we wij ook. Wij treden veel op in het land ook. Oh, het is interessant allemaal. Maar misschien leuk, zullen we even de opening laten zien van ons neus? Ja, wat gaat er dan gebeuren? Dat is even leuk. Dan gaan we schallig kijken. Dan staan we dus de opening van het programma wat wij maken dus. En ik ben Kees en hij is Koos. Zijn we allebei even boos. La 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 la. Even van Guusje gedaan. Heel leuk. Ja. Maar ja, als u nou wel even op wil schieten, want anders duurt het allemaal veel te lang. Het was maar een fragment natuurlijk, ja, natuurlijk wat wij deden. Ik we kennen nog veel meer. Ja, heel leuk. Maar ik kan ook nog goochelen. Ja, ik heb met een ei. Ja, dat slaat u op je voorhoofd. Doe even. Nee, alsjeblieft niet. Zeg, doe me een plezier. Heel leuk nummer, mensen. Altijd zeg, het is allemaal erg leuk, maar we moeten nou snel beginnen. Maar wij lijken drie laatste voorwerpen liggen nu op tafel. Oh. En hier hebben we bijvoorbeeld als eerste een bos autosleutels. Och jee, iemand is autosleutels verloren. Iemand is autosleutels verloren. Nee, van de luister nou even, dat hoort bij het spel. Oh, het is al terecht. Ga maar zitten. Hoor. Het is al terecht. Het is nou de goed bedoeling. Dat u het zag. Luister goed nou even, we gaan weer verder met de omschrijvingen. Kijk, hiervan ga ik de omschrijving voorlezen. Ja. Let goed op, die horen bij deze autosleutels. En dan moeten wij raaien natuurlijk. Wat het voor een voorwerp is, wat de prijs is. Begrijp je het een beetje? Ik heb hem. Mooi. Luister goed, u kunt er ver mee komen. En u zit erin als een vorst. Er is plaats voor 4 personen en u heeft de beschikking over 5 deuren. Ja, 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 ja. Dat is juist heel eenvoudig. Ja. Want dat hoor je, ver, u kunt er ver mee komen, dat is waarschijnlijk een reis. Meen je dat nou? Natuurlijk, dat hoor je, u kent de ver met zijn reis. Ja, ik mag niet helpen, maar er staat dus verder, u zit erin als een vorst. Ah, wintersport. Vorst. Een wintersport, een verre wintersportreis, misschien wel naar Zuid-Afrika of zo. Dat weet ik niet, maar er is plaats voor 4 personen. Met 4 man kennen we erheen, daar kennen die meiden ook mee van ons. Luister nou, en 5 deuren. Nou, dat is geen hotel gaan, maar dat is een suite. 5 deuren, voordeur, achterdeur, zijdeur, bevonddeur, misschien toiletdeur ook nog. Nou, dan kun je wel een maand gaan zitten daar. Dat is een reis. Oké. Ja, oké, het is voor elkaar. Dit even liggen. Maar we hebben liever een zeilboot. Getrokken. Liever een zeilboot. Ja, als Koos, als je nou even rustig wilt zijn, niet al erover die naam. Nee, maar hij is Kees. Die haalt het op elkaar. Ik ben Koos. Ik ben Kees. Hij is Koos. Oh, sorry. Begrijpelijk hoor, iedereen heeft er moeite mee. Geef me. Hij is Koos. Oh ja, het zit hem in die namen lijken wat op elkaar. Daar komt het door natuurlijk. Nou, we gaan naar... Nee, het komt ook omdat wij zelf zo op elkaar lijken natuurlijk. Omdat wij sprekend één zijn, begrijp je wel? Dat zie ik niet zo, maar goed, dat ligt misschien aan mij. We gaan verder, hè. Kijk eens, deze prachtige bloemenslinger. Die plastic bloemen, ja. Daar zit ook een omschrijving bij. Oh, luister goed. Opletten, want dat is weer, dan moeten wij raaien. Op Hawaii heb je er veel van. Waarvan? Ja, ik moet dat even lezen. Oh, dat moeten wij ook. U komt er heerlijk tot rust. Waar? En u kunt gaan
wanneer u wilt. Ja. Dat is de omschrijving bij deze bloemist. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Nee. Dat neigt heel erg naar een zeilboot. Hoor je dat niet? We zitten dicht van me. Hoor je dat niet? Dat is een zeilboot. Op Hawaii hebben ze er veel van. Hebben ze veel zeilboot? Hawaiiaanse zeilrace is heel bekend. De Hawaiian, hoor je toch? Hawaiiaanse zeilrace 2-1. Dat is heel bekend. U komt er heerlijk tot rust. Op een zeilboot komt iedereen tot rust. Natuurlijk kom je tot rust. Je hebt niet zo'n motor achter je handen. Ronke, donker, donker. Alleen maar geklopt, want dat is een zeilboot. En je kunt weggaan wanneer je wilt. Ja, er moet wel wind staan natuurlijk. Er moet wel wind staan, hè. Dat is niet helemaal juist, hoor, wat u nou zegt, hoor. Kees, weet je dat nou wel zeker? Tuurlijk, dat is een zeilboot. Ah, ik zie wel zitten. Hij wil wel alleen in mijn zeilboot. Rust, hè. Ja, zeg, wacht even. Nou wordt hij helemaal. Wie zegt dat jij die zeilboot krijgt? Dat hoor je toch? Als wij die zeilboot winnen, dan hebben we er alle twee recht op. Ja, hallo. Hoe kom je daar nou bij? Hoe kom je daar nou bij? Jawel. Dat zal even lekker worden. Vorige keer, hij zat in de Fred Oster Show, wint hij een koffiezetapparaat. Ik kom bij, zeg, kan ik even de koffiezetapparaat? Nee, niet om mijn koffiezetapparaat. Zo dat gaat was, het altijd. Dat is een principe-kwestie. Zit hij in de blusshow, wint hij twee paar sukken nieuwe schoenen. Nieuwe schoenen in de blusshow. Ik had een leuke avond, ik zeg, en ik heb die schoenen. Nee, niet op mijn schoenen. Je komt ook niet met je schoenen op mijn dek of op mijn zeilboot. Dat kan je ook nooit vergeten. Dat kan ik niet vergeten. Dat is geen Ja, je kan voor mij. Kees. Misschien is het makkelijk voor u een ezelsbruggetje. Dat gebruiken wij ook vaak. Hij is Koos. Ik ben Kees. Als u nou denkt aan kaas. Ik moet denken aan kaas. Hij is Koos. Ik ben Kees. Dus kaas heeft er niks mee te maken. Dat gooi je weg. Hij is Koos en Kees ook. Dat is heel simpel. Het wordt er voor mij niet eenvoudiger op. Oh. Nou, deze twee hebben we voorgelezen. Dat blijft nog over deze kattenbak. Kattenbak op tafel, dat doe je niet. Niet meteen weggooien, dat moet hier op tafel blijven staan. En nou even luisteren wat de omschrijving is van deze kattenbak. Voorzichtig hoor. Geen gooien. Ja. Het is de laatste uitzending, denk ik. Ja. Dus laat u zich niet in de boot nemen, anders gaat u het schip in en ziet het er donker voor u uit. Dat is de zeilboot. Ja? Dat is de zeilboot, natuurlijk. U gaat het schip in, niet in de boot nemen, dat is de zeilboot, natuurlijk. Dat is hem. Wij nemen hier de zeilboot, dat kan weg. Zeilboot nemen wij. Heb je nou wel goed geluisterd? Pak die vinger even die vinger. Oh, mooie vinger zeg. Die ga ik uitvergroten, want ik heb thuis ook een donkere kamer. Ik druk het zelf af allemaal, hè? Begrijp je wel? Leuk, interessant. Zo'n vinger, hè? Die grote vinger hangt u in mijn hals. Zo'n vinger in mijn hals, dat is mooi hoor. Dat is een meisje van een grote vinger. Nee, luister nou even. U moet nu gaan beslissen met z'n tweetjes welk voorwerp het eerste weggaat. Ja, en hij is Kees, hè? Ja, het is steeds aan elkaar. Jammer. Zullen we even wisselen? Het lijkt me beter. Dat is voor u. Wie is dit nu wel, Koos? Nee, zeg u weer. Ik ben Kees. Hij is Koos. Als we nou omdraaien, ziet u, nou kan u zich niet meer vergissen. En dan kan u tegen mij rustig Kees zeggen. Nou, dan is het nou in orde. En nou is de bedoeling, Koos, dat de... Ja, dat is goed. Dat is goed. Wij doen ook alles samen zo. Aan moet wijzen welke van de... We hebben alles, zal maar zeggen, dat is met tweelingen toch gauw. Hè? Als hij zich niet lekker voelt, voel ik me ook niet lekker. Nee. Dat komt omdat wij één-eiig zijn. Ja. Één-eiige tweeling? Ja. Ja. Ah, wees, ik ben één en hij is eiig. Jawel. Ja, met alles hebben we het hoor. Ik zal maar zeggen, als hij een klap krijgt, voel ik hem. Zo erg. Ja. En ik heb ook vaak, zit ik s'avonds lekker televisie te kijken, weet je wel. Borrelnootje erbij. En dan ineens...
Wat is dat? Hey, wat hey, nu wat? Zit ik gewoon eens in mijn verhaal. Wat heb je nou? Ik ineens begrijp u wel. Kees. Wel eens even. En dan bel ik hem op, zeg ik. Wat is het nou? Ik heb net bruine bonen op. Zeg ik, nou. Dan zit ik. Omdat hij bruine. Maar dan ga ik als een gek aan de Haché en dan gaat hij thuis. Nou, laten we nou alsjeblieft niet steeds over hetzelfde hebben. Zo interessant is het niet. Er moet nu beslist worden welke van de voorwerpen het eerste weg gaat. Nou moeten we even tempo maken. Nee, dat ik hem had, hoor. Het duurt anders te lang. Die autosleutels, die reis geen weg. Autosleutels. Want wij nemen deze zeil, het is simpel. Luister nou eens even. Je kunt er ver mee komen. Ja. Je zit erin als een vos. Er is plaats voor 4 personen. Reis. Het is 5 deuren. Reis. U hebt dit weggedaan. Ah, potjandori, de auto, we hebben de auto weggedaan. Wat moeten wij nou met een auto? We hebben geen rijbewijs, dat ding, dat staat maar te roesten voor de deur. Wat moeten we nou met een auto? We moeten die zeilboot. Wil je nou alsjeblieft even opschieten? Ja, het duurt allemaal veel te lang. Ik heb het net al gezegd, het moet opschieten. Nu. Even dimmen, hè? Rustig op dan ook, hoor. Welk voorwerp moet er nu weg? De slinger of de bak? Nou, ja, dat is moeilijk, omdat het alle twee kennen. We ook die zeilboot wezen, hè? Nou, kijk, die kattenbak, die is... Ja, maar de zeilboot zullen we even misschien even overleggen met... Ja! Wat zullen wij weg doen? Dan overleggen dat u weet, wat zullen wij de bloemen of de bloemen? Ja. Is de slinger of de bak, De slinger of de bak? De bloemen maar, hè? De bloemen, ja. De bloemen, wat... Ik vind de bloemen. De bloemen, ja. De bloemen slingen weg. Kan dat? De bloemen slingen weg. Oké, dan doen we dat eens. En dan luister nou eens even wat de omschrijving... Ik maak steeds fout. Hij is koos en ik... Maar u wist. Ja. Hadden jullie dan maar van die bordjes... Ja, nou ja, geen die... Is het zo helemaal naar wens? Dank u wel. Dank u. Mooi. Dan zal ik hij trekt bij nu. Ja. Hij trekt bij. Hij voelt zelf dat hij fout is. Stil nou even, Koos. Daar staat... Kees, hoe is dat nou? Ik weet het nou ook niet. Oh, even die handen, hoor. Even die handen. Mooi, die handen, ja. Bloemenslinger gaat weg. Op Hawaii hebben ze veel van. Je komt er heerlijk tot rust en je kunt weggaan wanneer je maar wilt. Je hebt dit weggedaan. Ja, let nou eens even op en kijk eens even. Wat is dat nou toch op? Zeg eens. Kom maar even hier staan. Wil u op de tribune blijven zitten? Nee, dat was de prijs. Oh, met deze hula-meisjes hadden jullie 14 dagen begeleid op jullie reis naar Hawaii. 14 dagen geheel verzorgd het vliegreis naar Hawaii. Ja, dat krijg je nou niet. Nou ja, het is niet zo erg, want ja, uiteindelijk, je kan beter een zeilboot hebben natuurlijk, hè. Zeilboot hebben je leven lang wat aan natuurlijk, hè. U mag wel een keer mee, hoor, met de zeilboot. Ja, graag. Of we van de kant af komen, weet ik niet, maar dat zien we al. Mariet, wat zie je er weer schitterend uit. Applausje voor Mariet, dames en heren. Kaartje mag ook mee, alsjeblieft. Zo. Anders, Mariet niet. En dan gaan we nu zien wat jullie gewonnen hebben. Ja, de zeilboot. Ik ben benieuwd, hoor. Is dat groot, hè? Koos, de omschrijving is, voor een kat kun je ook poes zeggen. Ja, als je het niet op de bak doet, dan is het niet mis. Dus laat je niet in de boot nemen, anders ga je het schip in. Het zit er donker voor je uit. Jullie hebben gekozen voor de mispoes. Wat is dat? Wat jammer. Ik denk bootschip, ik denk dat is. Ja. Dit.
En met die kat ook. Ik denk, is een kat maar hangt natuurlijk. Hè. Nee, het is mispoes. Mispoes. Ja, dat denk je niet aan. Dat denk je niet aan. En ik zie het donker in. En waarom zien we het donker in? Deze mispoes is gevuld met 2000 kapotte gloeilampen. Het is niet waar. Hoor je dat? We hebben 2000 kapotte gloeilampen. Ja. Daar zijn we toch niet voor niets geweest, hè? Maar ik wil hartelijk danken. Wat leuk, hè? Je begrijpt het verkeerd. Het zijn kapotte gloeilampen. Nou, die kan ik toch prima gebruiken voor mijn donkere kamer.